Yo, welkom weer in een nieuwe video en vandaag hebben wij de kuiten, onze calves. Die gaan wij trainen. De kuitspieren bestaan uit voornamelijk twee spieren, twee hoofdspieren, de gastrocnemius en de soleus of hoe ik dat ook precies uitspreek. En daar gaan we dus ook rekening mee houden. Ik ga zorgen dat alle twee die hoofden apart worden getraind. En daarna heb ik weer een dynamische oefening in gedaan. Dus ik heb een oefening bij met lekker veel beweging en een beetje lichaamsbeheersing. Laat ik het zo omschrijven. Zonder al te veel gelul, zoals altijd. Setjes, series, oefeningen, tips, tricks komen eraan. We gaan gewoon lekker beginnen. De eerste oefening, dat is een dumbbell calf raise. Zoals je ziet doe ik dit op een ophoging, zodat ik iets meer lengte op de kuitspieren kan gebruiken. Ook verzet ik mijn voeten iedere keer. Dus ik doe één herhaling in de buitenste positie, één herhaling in de middelste positie en één herhaling in de binnenste positie. Dit is methode 1. Methode 2, die zou je ook nog kunnen uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld 3 herhalingen in de buitenste, 3 in de middelste en 3 herhalingen in de binnenste positie. Oefening nummer 2 is een barbell calf raise. Uiteraard natuurlijk ook weer op een ophogentje, zodat we wat extra lengte kunnen gebruiken. Bij deze oefening kan je gigantisch zwaar gaan. Ik doe hem hier met niet zo zwaar gewicht voor. Het gaat bij deze oefening ook om beheersing en controle en je valt nog wel eens om. Maar ik kan deze oefening wel een beetje aanpassen door een barbel tegen mijn rek aan te rollen. Dan mijn voetpositie iets te verplaatsen en op deze manier mijn calf raises gaan doen. Zoals je ziet kan ik nu niet voor of achterover vallen. Ook zie je mij hier de oefening voordoen met een plastic stang. Dit doe ik bewust, want als ik dit met mijn barbel ga doen langs mijn squat rack, dan slijten mijn spullen heel erg. Dus ik weet niet helemaal of je sportschool-eigenaar dit goed vindt. En let er vooral ook op met je eigen materiaal natuurlijk. En om nog even het korte hoofd van de kuiten aan te spreken, gaan we als laatste een dumbbell calf raise doen. Doe deze oefening zeker rustig, beheerst. Houd hem boven even 1 seconde beet en knijp echt goed in die kuiten. Als je deze oefening als laatste doet, dan zullen je kuiten helemaal verzuurd zijn. En dan ben ik benieuwd of je morgen nog kan lopen. Dat waren weer 3 heerlijke oefeningen. Zoals je ziet doe ik altijd kuitspieroefeningen op een verhoging. Om de simpele reden dat je op die manier meer lengte van de spier kan gebruiken. En je dus automatisch ook meer spanning kan houden. Het is heel zonde wanneer je een kuitspieroefening doet en je doet die op een verhoging en je komt op de grond en je creëert daar een rustmomentje. Dat is verschrikkelijk zonde, niet nodig, let daarop. Het tweede ding wat ik vaak zie als mensen, leden van hier, kuitspieroefeningen doen, dan is het moment dat ze omhoog komen, dan gebruiken ze niet meer de volledige lengte van hun kuit. Dus ze gaan natuurlijk wel helemaal naar beneden, want dat is makkelijk. En op het moment dat ze omhoog gaan, gebruiken ze maar een heel klein beetje lengte van die kuit. Omdat ze natuurlijk moe worden. Heel makkelijk tegen te gaan door gewoon simpelweg erop te letten. Uiteraard, zoals altijd. Setjes, series, het complete plaatje staat hier weer, zodat je hem kan pauzeren. Voor dit een leuke video, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Rem Schultz, stoot Ignite your fire and grow stronger.